let's go. Come on, Chris, ik moet naar school. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag. Blijft moeilijk dit. Woensdag. Het is vandaag woensdag. Oh my god. Oké, ik ben dus weer lekker net wakker. Eigenlijk ben ik altijd veel sneller wakker, alleen nog niet wakker in mijn hoofd. Dus dan zit ik al op mijn telefoon een uur, maar goed. Ik ben even aan het kijken, want ik wil heel graag naar zo'n museum in Amsterdam. Maar ik denk dat ik dat dan volgende week ga doen met Stephanie van Instagram. Om leuke foto's te maken en zo, want ik vind het echt super gaaf. Maar goed, eventjes voor nu. Vandaag ga ik aan school werken. Ik moet ook naar school. Ik moet nog wat dingetjes thuis doen. En op zoek naar mijn pakketje. Want die was geleverd, maar ik heb er niks van gezien. Dus op jacht naar pakket. Maar ik ga eerst even ontbijten, want ik moet echt een beetje een ritme krijgen. Ik heb ook totaal geen honger. Maar dat komt wel wanneer ik begin met eten, denk ik. Oh ja, ik heb jullie ook beloofd dat ik vandaag make-up op ga doen. Dus dat ga ik straks doen. Zo, lekker ontbijtje. En wat ik vanavond wil gaan maken. Ik heb van die vegetarische hakballen. Even kijken. Kijk. En die wil ik met deze spaghetti doen. En deze saus. Yeah. Ik ben heel erg benieuwd of ik dat lekker vind. Gisteren had ik die rijst. En tot mijn verbazing eigenlijk vond ik die ook echt super lekker. Dus ik ben benieuwd. Nog eventjes lekker in deze prachtige beker. Waar ik twee keer mezelf in zie. Mijn tweeling. Lekker muntteetje. Nou, ik ben klaar met mijn vlog editen. Wat een sexy hoofd, zeg. Helemaal fijn dit. Nou, ik heb alles afgebeld. En ze weten niet waar mijn pakketje is. Lekker dan. Dus ze hebben een document opgestuurd met degene die een handtekening had gezet. Dus hoe die handtekening eruit zag. Dat was gewoon een C, een 1 en een 9. Dat is like, what the fuck. Of het kan ook een I zijn. Ik weet ook niet wat ze ermee bedoelen. Of de 9 kan een G zijn. Ik weet het allemaal niet. Maar goed. Degene heeft dus een handtekening gezet. En dat is duidelijk niet mijn handtekening. Dus ik moet het uitprinten. Erbij zetten, dit is niet mijn handtekening. En dan ondertekenen. En dan terugsturen. En dan krijgen hun het geld terug van DPD. En dan sturen ze me een nieuw pakket op. Lekker dan. Nou, weet ik het hoeveel uur later. We zijn nog steeds bezig met uploaden. We zijn nu op 50%. Yeah. Oké, verder ben ik mijn hele checklist aan het afwerken. Yippie. Nou, ik kon moeilijk kiezen welke ik aan doe vandaag. Dus ik doe allebei. Nee, grapje, ik ga voor die. Mijn make-up zit erop. En ik heb even een gek knotje ingedaan. Heel erg leuk. Nou, ik heb dus dit aan. Dit shirtje, of hoe heet het? Blazertje, dingetje, jasje, is van Cool Cat. Nog van vroeger. En gewoon een H&M shirtje. Met een broek van Vera Moda. En deze blije schoenen. En ik ga nu heel eventjes lunch maken. En dat wordt twee eitjes weer met paprika en ui, denk ik. En curry. En ik ga weer naar school. Juppie. Ik heb alleen mijn huiswerk niet gemaakt. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Nou is het zo dat de huiswerk zeg maar gewoon iets is wat we aan het einde van het jaar of semester in moeten leveren in zijn geheel. Dus je kunt ervoor kiezen om het al in stapjes te doen. Dat is natuurlijk slimmer. En deze meid gaat dat een keer inplannen voor zichzelf. En we zitten in de auto.
Lekker mogeltje ben ik. Let's go. Oh my god. Ik ben echt een sukkel. Kut, sorry. Even kijken. Ja. Daar kom ik even chagrijnig van worden. Fucking kut. Stonden ook allemaal mensen te kijken. Oké, pull your shit together. Let's go. Oh, ik heb echt precies geen zin om te janken. Oh. Dan gebeurt zoiets en dan weet je het al. Daar gaan alle spaarcentjes. Come on, Chris. Ik moet naar school. Leuk feitje over mij, zodra ik begin te huilen, dan houdt het niet meer op. Fucking irritant. Zodra ik maar één keer begin te huilen, dan is het bij mij echt dat ik meteen... Dan komt alles wat je opgestapeld hebt of zo eruit op een of andere manier. En dat komt natuurlijk nooit uit. Dus ik ben gewoon onderweg naar school. Super onhandig. Jankert. Ik denk dat ik even Roxana ga bellen. Nou, Roxana neemt niet op. Zij is de eerste waar ik aan dacht, omdat zij normaal gesproken zeg maar altijd opneemt. Oh, even kut, maar goed. Oké, ik rij school voorbij, want dit heeft echt geen zin. Jankert. Het is gewoon zo, als studentje heb je gewoon, tenminste ik heb gewoon niet veel te besteden ofzo. En als je dan je auto kapot rijdt, is dat niet heel handig. En ik heb er echt een hekel aan om dingen aan mijn ouders te vragen ofzo. Nou weet ik dat ik wel wat spaargeld heb, maar goed. Als ik dit moet laten maken, dan is het ook meteen op, denk ik. Nou jongens, soms hebben we wel eens een enorme instortmoment. Dat gebeurt nu bij mij. Superleuk. Dus ik ga nu echt even niet naar de les. Want ik heb echt geen zin om hier als een zielig persoontje bij te zitten. Kijk straks wel even. Het is alleen maar Nederlands gelukkig. En straks hebben we wel nog een quest. En dan probeer ik wel op school te zijn. Als ik moet huilen, dan ga ik altijd heel snel hyperventileren. Dus daar moet ik altijd heel goed op letten. En dan merk je ook met als ik dan praat, dat ik dan gewoon af en toe niet echt de woorden op een fatsoenlijke manier eruit krijg. Dus vandaar. Ik kan natuurlijk ook gewoon eventjes op het schoolterrein kunnen blijven staan. Ik had gewoon echt geen zin dat mensen mij zo zagen. Fucking dom, want ik zet ook gewoon op YouTube eigenlijk. Maar gewoon even... Als je aan het huilen bent, dan wil je gewoon even niks. Of zo. Tenminste, ik. Oh, fucking stom. Echt een sukkel ben ik. Nou, ik heb wel mooier op YouTube gestaan. Verschrikkelijk dit. Baba. Nou, ik zit nu op mijn kamer. Ik heb met Roxana gebeld en nog even met mijn huisgenootje gekletst. En ja, Roxana zei ook al meteen, je hoeft daar toch niet om te huilen, jongen. Hou gewoon op. Zo zou ik ook reageren, want zo ben ik normaal gesproken ook. Maar goed, het was me allemaal een beetje te spannend. En ik heb nou echt van die kleine jankoogjes. Of ja, ik vind eigenlijk, als ik heb gehuild, dat mijn gezicht over het algemeen nog wel meevalt. Vergeleken met hoe soms mensen eruit zien als ze huilen. Dus daar heb ik wel een beetje geluk mee. Dan kan ik dus dadelijk wel gewoon naar school. Zonder dat ik allemaal vragen krijg. En ik ben nu heel eventjes mijn kamer aan het opruimen. Want daar zorgt er ook voor dat ik mijn hoofd een beetje clear, zeg maar. En misschien dat ik daar ook wel op de fiets naar school ga. Gewoon even uitwaaien. Misschien ook niet. I don't know. Kijk wel eventjes. Dus ja, mijn make-up was er ook. Ja,
Het valt op zich gewoon mee eigenlijk, moet ik zeggen. Ik wou zeggen, er zat hier helemaal zwarte strepen net van de mascara. Die heb ik gewoon zo afgewreven. En daar is het eigenlijk. Ik heb ook echt hele droge lippen, by the way. En ik heb nog steeds mijn nagellak remover niet gevonden. Dat vind ik echt, echt heel erg. Dat kan echt niet. Oh my god. Net als ik even in een dieptepunt zit van de dag, zie ik op Netflix dat er een nieuw seizoen is van Jane the Virgin. Ik spring nu echt een gat in de lucht. Dit is echt gewoon... Jane the Virgin is echt mijn lievelingsserie. Ik ben er echt gewoon helemaal verliefd op gewoon. Heeft mij door heel veel dingen heen getrokken. Want als je liefdesverdriet hebt of weet ik veel wat, moet je Jane the Virgin kijken. Het is gewoon... Ik zou niet weten hoe je er beter vanaf komt. Dus dat is een hele grote tip voor mensen die het nodig hebben. Jane the Virgin is gewoon fucking perfect. Dus dat, ik ben echt mega blij dat er nu een nieuw seizoen is. Look at my happy face. En we zijn weer onderweg naar school. En zoals je ziet, of misschien wel niet, heb ik nieuwe oorbelletjes ingedaan. Die heb ik binnengekregen. En ik zal binnenkort even op Instagram een leuke foto plaatsen met waar ze vandaan komen. Oh ja, en ik heb er ook nog een kortingscode van. Dus dat is helemaal leuk. Nou, ik zit weer in de auto voor poging 2 om naar school te gaan. Even proberen om niet tegen een paaltje aan te rijden. Funny. Ik ben gewoon helemaal moe en ik heb hoofdpijn van de janken. Fucking stop. Ik moet straks ook even tanken. En ik zit even te twijfelen of ik nou vanavond richting Eindhoven rijd of... morgen richting Eindhoven rij. Ik heb gewoon zin om weg te gaan. En ik heb echt kapot veel behoefte aan wijn. Maar dat gaan we niet doen, hè. Want we moeten rijden. Nou, ik heb het gered. Tot school. Nou, nog even kijken of ik school ga overleven vandaag. Gezellig op de campus. Je ziet er helemaal niks van. Jippie. Ja, op de vlog? Ja. Was dat ja of was dat nee? Ik wil famous worden. Ik ben dol en blond en famous. Ik vind ons ook Ik denk het. Nee, ik denk dat ze. Nou, het is 7 uur, dus dat betekent dat we klaar zijn met school. Heel fijn. Ik heb best wel honger op zich nou. Dus dat is goed. Dus ik ga nu even eerst nog naar de winkel, want ik moet nog even wat bakboter en zo halen. En dan ga ik lekker naar huis en eten maken. Ik moet nog eerst even tanken, dat was ik al vergeten. Het leven is duur. Verdorie. Oh, ik zei net doei. En zei Max uit mijn klas, zegt hij. Ja, niet tegen lantaarnpalen rijden, hè? Hahaha. Super grappig. I will try not to do that. Ik moet even onthouden dat ik Parmezaanse kaas koop, want daar heb ik heel erg veel behoefte aan. Nou ja, ik wou dus eigenlijk heel graag vanavond al naar Eindhoven gaan, maar ik ben nog steeds aan het twijfelen. Want, papa en mama die zijn ook niet thuis. Die zijn een dagje naar Katwijk en zo. En ik heb even geen zin om dan daar te zijn. Als papa en mama thuis zijn, dan is dat toch een beetje gezelliger, zeg maar. Dus ik denk dat ik morgen gewoon overdag ga. Wel lekker op tijd. Een keertje voor de verandering. Nou, ik heb even boodschappen gedaan en nu even wachten op de lift. Want ja, die is net naar boven. Ik moet nu echt wel snel gaan koken, want ik heb heel erg honger en anders zie ik mezelf alweer een pizza erin knallen. En ik had nog één avocado. En ik zat te denken, oh my god, daar kan ik lekker guacamole van maken en nachos en En vandaag heb ik even schijt. Like always. Nou, tijd om te koken. Ik heb hier de lekkere balletjes. Ik ga ui en... knoflook pakken in deze lieve potten. Echt zo schattig. Als jullie hier iets van hebben, laat het me weten, want ik spaar dit. Oké, anyways. En ik heb deze net even uitgewassen. Ik moet zeggen, het is wel heel erg mini spaghetti.
En de gehaktballetjes zien er eigenlijk best wel lekker uit. Ik begin nu al lekker te ruiken. En ik ga nou deze saus erin gooien. Die gehaktballen zijn wel echt super groot. Ik had ze misschien beter even in stukjes kunnen snijden of zo. En wat verse tomaatjes erbij. Lekker. En de spaghetti. Oh, wel recht komen. De spaghetti erbij. Nou, het ruikt lekker, het ziet er lekker uit. Dit moet gewoon lekker zijn. Ik zweer het je, het eten was echt gewoon fucking lekker. En ik heb nog over, dus yum yum. En ik ben nu Keeping Up with the Kardashians aan het kijken. Ook al is dat deel wat ik aan het kijken was van Videoland afgehaald. Ik ben maar gewoon door aan het kijken naar een ander deel. Nou, gisteren hadden we de gezondste manier van snacken. Nu hebben we de gezondste manier van chips eten. Yeah, tijd voor Love Island. Nou, ik lig nog even op de bank. Keeping Up with the Kardashians te kijken. En ik ga denk ik wel zo slapen. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne night. Thanks voor het kijken en tot morgen weer.